Eens in de twee maanden arriveert in Batavia een schip uit Nederland met vrouwen en kinderen van militairen en burgers die in Indonesië hun taak vervullen. Deze opnamen werden kort geleden vervaardigd bij de aankomst in Tanjung Priok van de Sibayak. In de meeste gevallen zijn mannen en vrouwen lange tijd gescheiden geweest, doordat hun huisvesting in Batavia nogal wat moeilijkheden oplevert. Maar dat leed is nu geleden. Vele gezinnen zijn herenigd en meer zullen volgen. Een brug over de Porong-rivier bij Mojokerto was door extremisten opgeblazen. Voor het vervoer van de arbeiders die aan het herstel werken maakt men gebruik onder andere van een jeeptrein. Met deze trein, die dagelijks ongeveer 250 kilometer aflegt, worden ruim 100 arbeiders en al het nodige materiaal naar het werk gebracht dat onder leiding staat van een hoofdingenieur der staatsspoorwegen. Oorspronkelijk was men van mening dat het niet mogelijk was de drie overspanningen te herstellen, maar na herhaald onderzoek is men er toch toe overgegaan. Binnen twee maanden zal de brug worden voltooid en zal de lijn worden heropend. Op dezelfde wijze als ze 's ochtends gekomen zijn, gaan de arbeiders 's avonds naar huis, met de jeeptrein.